is Gul of Gierig. Het programma waarin Martijn en Joost het land doorgaan om de vrijgevigheid van mensen te vergelijken. Dit wordt getest op drie pijlers. Een activiteit, eten en een slaapplek. De strijd deze week gaat tussen Rotterdam en Amsterdam. Zijn ze gul of zijn ze gierig? Ja, Joost is onderweg. Ik ben natuurlijk al in Amsterdam. Hoe verleidelijk is het om niet gewoon lekker naar huis te gaan? Ik moet eventjes die mindset omslaan van ik ben hier nu, maar ik woon hier nu niet. Ik heb echt hulp nodig. Maar ik heb wel gewoon een scooter, dus die gaan we wel gebruiken om van A naar B te komen. Dus ik zeg, let's go. Oké, ik sta in Rotterdam. Ik sta ook midden in een woonwijk. Ik ken heel Rotterdam niet. Ik heb geen idee. We hebben nog steeds drie opdrachten te doen natuurlijk. Ik moet dus gratis eten, gratis leuks doen en een slaapplek vinden. Ik ga beginnen denk ik met iets leuks doen. Hey boys, ik heb even hulp nodig man. Ik zoek even iets leuks om hier te doen. Ik denk die recreatiecentrum man. Daar is een recreatiecentrum? Ja. Tof. Basketbal. Basketbal. Zwemmen. Ik wil gewoon kijken. Bowlen. Oh, bowlen ook? Ja man. Hey, lieve cameraman, heb je zin om te bowlen? Nou, de gratis activiteit is ook binnen. Gratis pontje. Nee, dit is natuurlijk gratis. En we gaan nu naar de Adamtoren. En misschien mag ik wel even gratis op die schommel. En het leek ons wel heel erg leuk om misschien even boven te kijken. Is dat mogelijk? Ik zal het even bespreken. Ja, een momentje voor. Helemaal goed. Wij onderzoeken de gastvrijheid van Rotterdammers. Nou, ten opzichte. Ja, ja, zie je? Wat is dat, man? Wat drinken? Ja, zie je? Nou, eigenlijk lekker. Jij bent echt een baas, vriend. Hoe heet je? Eddie. Misschien heb je ook wel zin om een potje te bowlen tegen mij. Jij daarin graag met jou. Ja? Maar niet gaan uit als je gaat verliezen. Nee. Ik ga een potje bowlen. Als ik win van jou, dan help jij mij verder in mijn challenge. Cool. Dus of je dan een paar vrienden wil bellen of ze mij verder kunnen helpen met de slaapplek. Klein spanningsmuziekje. Ik heb helaas slecht nieuws. Oh, oké. Okay. I wouldn't go there, but no. Waste your money. Voordat we het pontje overgaan, gaan we toch proberen nog even iets kleins te eten. Want ik heb toch wel een beetje honger. We zijn aan het kijken wie is er nou guller, Rotterdammers of Amsterdammers? Amsterdammers toch? Natuurlijk. Ja. Dus de vraag is eigenlijk nu, mogen we misschien een gratis patatje? Tuurlijk, mag jullie wel. Nou, hartstikke bedankt meneer. Dat gaat wel smaken denk ik. Ik heb zo'n idee dat jij boter vuurt. Ja, dat doe ik. Ja. Nice. Vandaag nog. We zijn eigenlijk een beetje de gulheid van Amsterdam aan het testen tegenover dat van Rotterdam. Is het toevallig mogelijk dat wij een bootje van jou kunnen krijgen voor een heel eventjes, half uurtje, uurtje? Eer aan jou jongen, eerste bal. Ja, het valt best tegen toch Eddie, dat kan beter toch? Wat een talent! Ik moet wat anders gaan doen in mijn leven, zie ik. Ik kan dit best aardig. Als je hem ook niet had, het Amsterdam, met poep op de stoep, haat op de straat, je weet wel ik ook. Dit was fantastisch. Ja. Nu moeten wij nog een slaapplek zien te regelen, maar dat is ons pakje aan. Hoe is het? Wel, met u? Wel, ook wel. Mooi. Ja, we zijn eigenlijk op zoek ook naar een overnachting voor vanavond, alleen we hebben geen budget. Ik heb alleen een heel nodig slaapplek nodig voor vanavond. En ik mag er niks aan uitgeven. Graag gaan zitten. Oké, helemaal goed. Regel ik wat. Oké, super. Nee, nu heb je gezegd dat je wat gaat regelen. Ja, dit is best aardig, Eddie. Hey, Eddie, heb je al nagedacht over wie je gaat bellen? Ja, ik heb een vriend van mij hier. Die heeft een hele groot huis. Ja. Heel veel ruimte, dus ik ga hem zo even bellen. Topper ouwe, thanks. Eddie? Ja, je hebt gewonnen joh, je hebt gewonnen. Eddie, ik vind het echt top, maar er stond wel wat tegenover. Ja, zeker. Graag zeker voor je bellen. Ja, kleine update. Manager kwam net langs, off camera, wilde ook niet in beeld. Met het verhaal dat we geen kamer krijgen. Ik had oprecht een goed gevoel. We hebben in ieder geval wel een biertje gekregen. Maar het wordt tijd dat we weer doorgaan, jongen. Dat is mijn plan B. Ik hou je in de gaten, meneer. En niet het place to stay. Ik came here. Ja, voelen jullie ook die spanning, jongens? Voelen jullie de spanning? Ik voel de spanning. Oh, yeah! We really? Anything available. Oh, you don't? Why did you say yay? Heb jij nog een maat die net zo relaxed is als jij? Oh, jawel, zeker. Ja, toch? Ga me even bellen en even kijken of het... Chill, man. En dat maakt niet uit, hè? Mag eten zijn of slapen? Yo, what up, man? De rest, ja. Lekker. Ik klink slaperig. Wat is gebeurd? Een beetje moe.
Kan jij je keukenprinsesje spelen vandaag? Dat gaat ook een beetje moeilijk worden, hè? Want ik ben toch zelf moeten werken. Deze Ed is echt een topper. Dat is echt de meest relaxte Rotterdammer tot nu toe. Hij heeft 3 matties van hem gebeld en helaas zat er geen 1 tussen. Dus ik moet gewoon weer op eigen houtje gaan doen. Goedenavond. Goedendag. Ik heb een vraagje. Dat is. Zou ik mee mogen eten? Maar we zijn net klaar met eten. Goedenavond, meneer. Ik heb een vraagje. Ik zou heel graag nog een hapje mee willen eten. Zou dat bij u kunnen? Nee. Goedenavond, sorry dat ik je zo overval. Maar ik heb een probleempje. Ik vroeg me af of ik een hapje mee kon prikken. Waarom mag? Er is nog een andijvie-stampotje met balletje gehakt. Een andijvie-stampotje met balletje gehakt. Ga je mee? Kut Amsterdam. Als je geen geld hebt, dan moet je hier ook gewoon niet zijn. Het is echt verschrikkelijk. Ik denk dat we misschien naar gewoon echt het hartje van Amsterdam moeten, de Jordaan. Waar de echt Amsterdammers zitten. Ik denk dat we het gewoon van hun moeten gaan hebben. Café de Jordaan. Nou. Als het hier niet lukt, dan weet ik het ook niet meer. Ja, we hebben nog niet gegeten, we moeten nog een slaapplek hebben. Nee, jullie? Ja, dus ja. Volg ons af of jullie ons eventueel kunnen helpen met iets kleins te eten of... Eten kun je krijgen. Eten kunnen we krijgen. Altijd, ja. Mag ik een knuffel geven? Ja, goed. Ja. Hé, hey, kijk eens. We hebben een maaltijdje. Dankjewel. Ja, ik hou hiervan. Maar ik ben ook gewoon een hele Hollandse jongen, weet je. Ik ben hiermee opgegroeid, ik vind het heerlijk. Je hebt in de groepsapp net gegooid dat ik nog een slaapplekje zoek. Ik denk niet dat ze gaan helpen. Ik weet niet waar het aan ligt, of we nou al 4 uur bezig zijn of dat we al heel lang niet gegeten hebben. Maar dit broodje is echt verdomd lekker. Joost! Hoe is het? Ja, goed. Ik heb wat leuks gedaan natuurlijk. Ik heb nog geen slaapplek, man. Hoe zit jij dan? Heb jij iets gefixt? Ik ben alle hotels in Amsterdam afgewezen, overal afgewezen. Ik ben nu wel eigenlijk bang. Ja, ik heb het eigenlijk nog niet eens heel erg geprobeerd, maar het wordt donker. Ik moet haast gaan maken. Right man, succes. Ik heb net heerlijk gegeten bij Petra, maar Petra woont in een woonwijk. En daar ging iedereen best vroeg slapen, dus dan heb ik het gevoel dat ze niet meer zo snel open doen. Hier zijn mensen nog wakker, dus hier kan ik mensen gewoon aanspreken om te vragen of ze nog een slaapplek voor me hebben. Het begint donker te worden, ik heb nog geen slaapplek. Ja, we wonen niet in Rotterdam, joh. Ik heb een slaapplek nodig. Nee, sorry man, dat gaat het niet worden. Ik zoek een slaapplek voor vanavond. Ik heb lekker gegeten, ik heb het leukste gedaan, maar ik heb nog geen slaapplek. Het spijt me zeer. I can give you something for sleep, but I cannot take my home. Okay. Thank you very much though. I'm pretty good. Ik heb nog geen slaapplek voor vanavond. Ah, meen je dit? Ja, dat meen ik. Nee, sorry. Misschien in het gebouw wonen heel veel studenten. Nee, kansloos. We zijn de gastvrijheid van Amsterdam aan het testen. Je bent niet gastvrij. Je hebt een beetje een rare vraag. Wel. Waar komen jullie slapen? Nou ja, nou, we zijn nog wel even bezig vanavond, maar daarna dan. Na 12 kan het. Maar ik kan je gewoon mijn nummer geven en dan rond 12 of zo dan... 100%? Ja, absoluut. Ik heb nog een slaapplek nodig, man. En de tijd begint te dringen. Ja, mij kan het helaas niet. En heb je nog hele leuke vrienden die misschien wel zo gek zijn, die denken, ja, lachen man, wat gaan we doen? Ja, ik kan wel iemand bellen. Ja, ga iemand bellen? Top. Ja, nee, zeker. Mardi, heel misschien heb ik nu een slaapplek gevonden, want... Ik FaceTime met Shanna en zij gelooft niet dat wij de gierige gast zijn, maar Shanna, het is wel zo. Heb jij een slaapplek voor mij en mijn cameraman? Gezellig in Rotterdam. Ja, oké, okay, is goed. Ja? Yes! Pikkie, ik heb een slaapplek. Je had een slaapplek nodig. Ja. Ja. Helaas, te laat jongen. Te laat. Ik heb nu wel 2 uur die moet overbruggen. Maar hoeveel mensen moet ik dan? Ja, alleen mij en mijn cameraman. Ja, ik heb een 2-persoons bed voor jullie, dat kan ook. Ja, fantastisch. Ik kan bij hem nu terecht. Ja. Als we nog 2 uur een beetje gaan zwerveren. Ja, sorry ouwe, maar ik vond het wel heel relaxed dat het bij jou mocht. Hoi. Hoi. Wat lief dat wij hier mogen slapen. Ja, geen probleem. Hoi, ik ben Joost, dit is Rien, de cameraman. Hoi Rien. Hoe, heb je veel huisgenoten? Ik heb 2 huisgenoten. Hier is het, oké. Okay. Vertel, wat is ons nestje voor de avond? Ja. Dus ga ik echt hier slapen. Even kijken, ja. Jullie mogen van mij hier. Ja? Ook nog een groot luchtbed, 2 persoons. Top, gaan we nog wat gezelligs doen vanavond? Film kijken? Ja, september zou ik komen en ik heb nog wijn in de koelkast staan. Dus... Top, dan doen wij gewoon gezellig mee met wat jullie van plan waren, ja, als je het goed vindt. Dit is het, ja. Dit is wat, toch... wat vind je ervan? Klein maar fijn. Klein maar fijn. Ja, doen we wel echt heel erg denken aan mijn zin in de tijd. Ik heb wel maar 1 kussen. Oké, okay, dips. Nee, je mag maar die kussen. Ik heb... Ik heb een trui bij me, die gebruik ik wel als kussen. Veel plezier, slaap lekker. Ik zie jullie morgen. 8 uur sharp, jongen. Als je afvraagt waarom ik de trap weer afloop met deze lieve mensen, we gaan verhuizen. We gaan toch niet bij Shanna slapen, we gaan naar Timber toe. Kijk, de reden dat we gaan verhuizen is omdat we die lieve huisgenootjes van Shanna een beetje overvalden. Dit is onze slaapplek, jongen. Ja, kijk.
Ik zou zeggen, kies een lekker plekje uit. Het ziet er allemaal even uitnodigend uit. Dankjewel jongens voor de gastvrijheid. Ik vind het echt alleen maar leuk. Goedemorgen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb eerlijk geslapen. Volgens mij moeten we opschieten, hè? We moeten weer door. Ik zou zeggen, even lekker tandjes poetsen, douchen. Onze lieve gast hier een dikke knuffel geven. Wil jij heel misschien ergens in mijn kamer iets grappigs tekenen? Nou, kijk eens. Boom! Dankjewel, dankjewel. Bij deze, lieve Riemer, zonder jou was Amsterdam verloren. Oprecht, je hebt ons gered. Prachtig. Eigenlijk heel erg benieuwd hoe het nu met Joost gaat. Oh man, wat heb ik een slechte nacht gehad, zeg. Niet normaal. Echt, ik heb het gevoel dat hij min 5 was. En ik heb echt geen ogen dicht gedaan. Alsof de hele bank op mijn lichaam jeukte. Maar goed, ik zat wel lekker droog. Dat is wel fijn. Goedemorgen. Sorry dat ik je wakker maak. Hé, hey, Pik, dankjewel voor je gastvrijheid, man. Slaap lekker. Ja, wat moet ik er eigenlijk over zeggen, jongens? Heel eerlijk ben ik een beetje teleurgesteld in mijn eigen stad. Je wordt niet snel geholpen. Je moet toch echt hebben van de jonge, lieve gastjes die eigenlijk niet heel veel te maken hebben. Dat verbaast me wel. Ik had verwacht dat het iets makkelijker zou gaan bij vooral de hotelketens, de horeca-eigenaren. Ja, de mensen die eigenlijk bakken met geld verdienen met wat ze doen. Maar goed, ik weet ook niet hoe het bij Joost is gegaan. Dus ik kan ook vrij weinig zeggen over wie er nou guller of gieriger is. Als Rotterdam of Amsterdam. Ik weet wel dat ik lekker geslapen heb. Dat we nu weer doorgaan naar de volgende opname. Tot de volgende.